Toen was er nog geen verkeer op Noordijk. Dus speelden wij rond de haven. En ik zat op school in de Rassersvelden bij Van Egerand. Maar naar de rand ben ik er, naar de derde klas afgegaan. Toen ben ik naar de Keizerstraat gegaan, de openbare school. Mijn vader die werkte toen destijds op de HKI als wikkelaar. En ja, daar werden ook veel mensen die werden ontslagen en alles. Hè. Het was overal slecht. Er liepen zelfs dokters in, zie je alles. In Breda ook heel veel zonder werk. En dat was op de Oude Vest. Dat was een gebouw en dat was dan zogenaamd de steun. En dan één keer in de week mochten daar diegene naartoe die werkloos waren. En die kregen dan twee pakjes margarine en een blikje boterhammenworst en een ding. Zo was het toen. En toen kreeg je eventjes later dat... Bij Vermeerlo ook in de Borstad zat de bank van Vermeerlo. Kreeg je even later dat de mensen hun geld begonnen weg te halen bij de banken. Hè? Toen stonden ze in rijen. Stonden ze... Dat was toen met die gelddevaluatie. Ja. Maar ons vader was ook iemand die was heel goed met zijn handen. Dus, en die was ook elektrotechnisch. In die tijd de oude radio's en alles, dat kon hij zo. Dus die pakte nog links en rechts wel werk bij. Hè? Bij mensen die komen, radio repareren, dat deed hij in die tijd. Dus van de crisisjaren hebben wij eigenlijk niet zoveel gemerkt. Dus dat was in de crisisjaren. Toen zat ik bij de Welpen en die hadden er Honkup, de Gassersvelden. De Gassersvelden was namelijk het oefenterrein van het zesde in die tijd. Dan gingen we altijd kijken, want daar reden die muilezels, dat waren paarden die waren ongevormd, gekruist met een ezel. En die spannen ze voor die kanonnen en die reden er altijd over de Gassersvelden oefeningen. En dan gingen wij kijken rond een jaar of tien, maar ja, dat wilden die militairen niet hebben. En toen op een gegeven moment sprong er zo'n officier van die kar af en die trok zijn sabel en die kreeg op een kont en met die platte kant van die sabel sloeg hij. Rond Koninginnedag, dat was op de Grote Markt, de Volkszangdag. En dan gingen wij met de scholen, alle scholen naar Breda, die stonden op de Grote Markt. En dan hadden we heel de week alles, te midden van de Pasheide, allerlei soorten Brabantse liedjes ingestudeerd. En dan de gouverneur van de KMA, die dirigeerde dan midden op de Markt. En dan stonden wij te zingen. Dat was hartstikke leuk. En dan op een gegeven moment kregen we kleppers op school. En dan kreeg je de kleppermars op de Grote Markt. Hè. En dan moest je klepperen. En daar hadden wij weken op gestudeerd, op dat was de oude volkszangdag, in het jaar. Maar wij hadden op de Aardijk ook in die tijd, hadden wij straatgevechten. Dus dan vochten wij tegen de Achterhom, tegen de Lange Gampelstraat, of we vochten tegen de Brugstraat. De jongens onder elkaar was dat benden ze, zogenaamd. Hè? Zo was dat vroeger ook. Maar daar gingen we wel niet zo hard naartoe. En toen hebben we Jan Huiskes van de Paleisbioscoop. Was dat? En Jan, daar moesten wij ook tegen vechten, tegen de Brugstraat. En Jan hadden we op een oude bakfiets meegenomen achter bij dat terrein in de Belkampolder. En die hadden we dan een boom vastgebonden in de bosjes. En toen waren die gevechten afgelopen. We gingen naar huis. En s'avonds rond een uur of zeven kwam moeder Huiskes bij ons aan de deur. Waar is Jan? En wij terug naar de Belkampol hebben Jan bevrijd, want die zat nog steeds vastgebonden, die had zijn eigen niet kunnen bevrijden. En de Brugstraat had een eigen jeugdbende. Ja, en de Achterdijk ook. En achterom ook, er waren allemaal jeugdbenders. En die schoendagsmiddags vochten ze tegen elkaar. En dan hadden we allemaal, daar waren we dikwijls mee bezig, daar waren we allemaal wapentuigen maken van houten, zwaarden. En ja, zo ging dat vroeger. De mobilisatie was er. En toen ging ik met mijn vader en moeder gingen wij altijd wandelen naar de Valkeneerslaan. En dan kon je daar, dat was allemaal nog, Theolien die was er al. Maar dat was allemaal nog paardjes en steekjes daar allemaal. En daar gingen wij zondags dan wandelen. En daar stond dan een grote buitenpost met Nederlandse militairen nog. Helemaal met die dingen op. En die keukenwagens stonden daar. Er was heel die dingen, zo'n stuk of 25 militairen stonden daar. Die stonden hier bij Strijbeek ook. Dat weet ik nog goed. Toen de Duitsers dan binnenvielen,
Toen hebben wij van tevoren, werden wij al gewaarschuwd, wij hadden hier in Breda de leukbeschermingsdienst, want heel Breda moest verduisterd worden. En dan gingen ze overal, liepen ze s'avonds langs en dan belden ze aan waar licht doorkwam. En die regelen ook dat wij allemaal naar de schuilplaatsen moesten. Zo gauw dat de sirenes gingen, moesten we naar de schuilplaatsen. Maar toen de Duitsers dan begonnen met de echte aanval, toen zijn wij in de schuilplaatsen gebleven 3 weken. Totdat het bericht kwam, dan kwamen ze allemaal rond zeggen, dan moesten ze vluchten. Waar zaten jullie toen? Aan de overkant bij ons bij de bakker, bij Strauss, die hadden zo'n hele grote kelder. En daar zaten wij met heel, tot die straat toe, zaten wij met heel die mensen allemaal in de schuilkelder. En dan ging ons vader natuurlijk wel, al die mannen die gingen af en toe wel eens kijken hoe dat het er was. En naar de overkant, maar dan moest ik weer terug. Want er waren die luchtgevechten aan, want er kwamen die bommenwerpers allemaal over. Dan op een gegeven moment kregen wij het seinen op de vlucht. Nou, wij hadden een kinderwagen en mijn zus die was nog niet zo oud, die lag in de kinderwagen. En toen zijn wij de kinderwagen naar beneden gejampt. En toen zijn wij bij Jespers, de slager, dus dat was die NSB'er eigenlijk, maar dat was dat wel. Hebben wij een paar commensult hebben wij in de kinderwagen gezet en meegenomen, allemaal in de kinderwagen. Die moest ik dan. Toen zijn we helemaal tot Oogstraat gekomen. Maar toen kwamen we voor Oogstraat, daar staat een kapelletje, van die zusters was dat. En daar kwamen wij de Fransen tegen. En dan kwamen de Fransen tegen met die motoren met zijspan, met die watergekoelde mitrailleurs erop. En daar kwamen die Duitse vliegtuigen over. En we hebben er allemaal in de greppels gelegen. En toen schoten ze net voor mij en schoten ze kind en een vrouw dood. En dat was het eerste, want wij werden eigenlijk naar de strijd toegedreven. Want hier was niks. Maar dat wisten wij niet. Waren jullie bang op dat moment? Ja, dat was flink bang. Want toen hoorde je allemaal die kogels inslaan van die mitrailleurs. En toen hebben we die nacht hebben wij bij de zusters mogen slapen in Oogstraten. Toen zijn we hebben daar eten gehad vanmorgens en toen zijn we doorgegaan naar Borgerhout, naar Antwerpen. We waren met een groep van ongeveer 150 man, denk ik. Want wij waren al afgezonderd van anderen, hè. En toen zijn we naar de rand van Antwerpen uit naar Borgerhout en daar kregen we s'avonds een bom in de straat voor de school waar we lagen. En toen zijn we doorgegaan tegen de Franse grens. En daar zijn we blijven steken. En toen zijn we na een paar weken zijn we weer teruggegaan te voet.